De herdenking van de 47e staatkundige onafhankelijkheid van Suriname gaat gepaard met het bezinnen over de toekomst van ons land. Marinus B., voorzitter van de Nationale Assemblée, zegt het belangrijk te vinden dat wij als volk verantwoordelijkheid nemen en blijven opbouwen met het oog op de toekomst. We spraken de DNA-voorzitter kort na het defilé op het onafhankelijkheidsplein in verband met zijn revidentie. In ieder geval onze eenheid weer opbouwen, want die is aan het afbrokkelen. Dat is een stukje realiteit en we moeten zaken proberen te benoemen. Ja, want je moet zelf evaluatie doen en dat moet altijd eerlijk zijn. Onze democratie moet versterkt worden, want voor ons er is geen betere bestuurvorm dan democratie. En zorgen dat iedereen, ongeacht wie in die maatschappij van ons, een leefbaar leven kan leiden. Ja. We moeten samen bundelen en de koppen bij elkaar steken. Het is de verantwoordelijkheid van een ieder, zegt volksvertegenwoordiger Rishma Mangri. Die meent dat die verantwoordelijkheid gepaard gaat met vaderlandsliefde. Aansluitend daarop geeft zij aan uit te kijken naar een snellere aanpak van een verandering in het beleid vanuit de regering. Kijk, het is altijd ook belangrijk om te weten van waar we komen, toch? Want je kunt zoveel willen, maar je moet het geld ook hebben. We weten dat we een enorme hoge schuld hebben. Ik wil niet ver naar het verleden gaan, maar net zoals u zegt, we hebben dat overgenomen. Een land met schulden, torenhoge schulden, niet gewoon schulden. Maar dan zou je moeten kijken, wikken, wat kunnen we doen? Maar ik ben het roerend eens met u als u zegt, ondanks we de schulden hebben, laten we kijken hoe kunnen we de noden lenigen. En ik ben ervan overtuigd dat de maatregelen die de regering moet treffen, dat het inderdaad dat mensen dat voelen in hun zak. U weet dat ik ook voorzitter ben van de lerarenorganisaties. Die kijken naar mij. En het kost me ook veel moeite om ze elke keer te zeggen, het komt goed. Wij moeten daadkracht gaan tonen en de daden bij de woorden gaan voegen. Als we zeggen, we gaan die verbetering brengen, laat het zichtbaar zijn, laat het voelbaar zijn, laat het tastbaar zijn. Mangri en B. geven beide als belangrijke boodschap mee de eenheid onder de samenleving te blijven koesteren. Het is nu meer dan ooit een uitdagende taak om te vervullen, maar desondanks zullen wij de liefde moeten besparen.